Als jij wil starten als virtueel assistent, dan moet je een aantal dingen weten. Bijvoorbeeld, hoeveel declarabele uren heb je nodig om voldoende inkomsten te krijgen? En hoeveel klanten heb je dan nodig? Wil je wekelijks vaste uren voor een klant werken? Of een paar weken wel en dan weer niet? Weet jij al wat je wil? Nou, jij wil juist de vrijheid om werk en gezin beter te combineren, zodat je niet meer afhankelijk bent van je baas om het moeite vrij te kunnen nemen. Op de momenten dat ze naar de dokter moeten, logopedie, orthodontist. En je wil je niet in bochten wringen om te proberen en op je werk te zijn, maar ook voor je gezin er te zijn. En werken als virtueel assistent geeft je die vrijheid. Je hoeft je niet meer gevangen te voelen in je werktijden. Je hoeft je niet meer schuldig te voelen naar één van beiden toe. Nou, hoeveel uur ben je dan wel beschikbaar voor je klanten? Nou, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Maar in de regel werk je als virtueel assistent op een vaste basis met je klant samen. Een ondernemer bouwt namelijk echt aan zijn bedrijf door structureel een teamlid in te zetten. En ze kunnen onmogelijk alles zelf blijven doen als ze willen dat hun bedrijf blijft groeien. Nou, als je op vaste basis start met je klant, spreek dan samen af hoeveel uur ondersteuning jij biedt. Denk bijvoorbeeld aan een x aantal uur per maand. In de regel spreid je die uren uit over de hele maand. Maar je bent niet voor niets ondernemer geworden. En jouw klant ook niet. Dus het kan dus zijn dat je de ene week veel meer te doen hebt dan de andere week. Of dat jij de ene week meer tijd hebt dan de andere week. Flexibiliteit van beide kanten dus. In de regel is het wel zo dat je vaak elke week een aantal uren per klant plant om je werkzaamheden te verrichten. Dat geeft jou rust en de klant. En belangrijk is dat je de communicatie met je klant hierover goed afstemt. Zodat jullie beiden weten wat je van elkaar kan verwachten. Nou, wil je je klant structureel helpen? Nou, denk dan ongeveer aan een uur of 8 per maand minimaal. Om ze te helpen met de hoogste prioriteiten die er zijn. Ja, er zijn ook klanten die jou misschien wel 15, 20 of 100 uur per maand bij wijze van willen inzetten. Het kan allemaal. Het is helemaal afhankelijk van het budget van jouw klant. Vaak werk je wekelijks voor meerdere klanten. En het voordeel daarvan is dat je werk veel afwisseling geeft. Het houdt je ook scherp en bij elke klant leer je weer andere dingen. Dat bevordert ook jouw eigen ontwikkeling. En jouw klanten zijn op hun beurt daar ook weer ontzettend blij mee. Nou, werk je dan altijd op vaste momenten voor je klanten? Nee, dat hoeft niet. Je kunt afspreken dat je beschikbaar bent op de momenten dat ze jou nodig hebben en op het moment dat jij daar tijd voor hebt. En je kunt daarvoor een los uurtarief vragen. Of ze kopen vooraf bij een aantal uur in die ze binnen een bepaalde periode bij je afnemen. Nou, het nadeel daarvan is dat die klanten jou extra energie kosten in de loop van de tijd. Als je met meerdere klanten gaat werken. Maar hey, zo ben ik ook begonnen. Dus dat is prima om mee te starten. En er zit ook een voordeel aan. Omdat het laagdrempelig is voor je klant, kun je de samenwerking rustig opbouwen. En dan kunnen ze altijd nog structureel uren bij je afnemen. Kies wat bij jou en je klant past en waar jullie beide goed bij voelen. Heb je nog vragen na het bekijken van deze blog? Stel ze dan gerust aan mij door hieronder een reactie achter te laten. Geniet van je dag en tot de volgende keer.